wel fijn om een soepje als na een glas wijn. Want het moment dat ik jou Oké, wie ben je en wat ga je doen? Ja, we zijn hier van de handbalvereniging. Hier kun je lekkere taart winnen. Een taart? Ja, als je je kassabon inlevert, dan kun je gratis draaien. Je maakt 50% kans om te winnen. Dus het is even of oneven. En ja, dus eigenlijk voor heel weinig kun je hier een heerlijke taart winnen. Ja. 37. Maar het is wel oneven. Ja, dus ik krijg een halve appeltaart? Ja, je hebt een halve appeltaart. Hartstikke gefeliciteerd. Oké, nou dankjewel. Jammer hoor. Tranen terug. Michiel op Axel. Gijs op Gwen. En Rob met zijn beker op Mamalou. Dank u wel. Hoe heet zo'n schilderij nou? Dit is met paletmes schilderen. Met het paletmes? Ja. Dat doen jullie ook wel bij de kunstkring, geloof ik, hè? Wij zijn ook bij de kunstkring. Ja, dat klopt. Maar heb je dit nu zelf bedacht of wordt het nageschilderd? Zelf, nee? Dit hebben we zelf bedacht. Ja. En onder andere de andere kant gaat via een foto, een draaibrush. Oké. Mooi. Dankjewel. Nu al mooi. En moet nog wat worden. Oké, wat gebeurt hier? Wat moest ik ook alweer doen? Wij hebben hier een prijsvraag. En we willen graag weten hoe lang de strook is, wat we dus voor op de muts hebben zitten, die nu geplooid is, maar dan in onbewerkte staat zonder de plooien. Hoe lang die stof is. Hoe lang die stof is. En als ik, waar is dat? Deze mevrouw heeft ook die muts op. Deze mevrouw heeft ook de muts op. En dan deze bovenste strook. Hoe lang die is? Ja. Die is een prachtig geplooide strook, hè? Hele mooie plooi. Oké. Okay. Een mooie vrouw. Daar gaat die mooie man. Nou, maar je bent ook een mooie vrouw, maar die gaat naast elkaar staan, ja. Maar ik hoef niet die pet te raden, hè, hoe de ontvang is. Nee, zo mag je niet. Nou, doet u maar gauw weer op. En dan denk ik, even kijken, 34 centimeter. Namens Ruurlo vandaag, 34 centimeter. En wat is mijn prijs? Hij is goed geraden. Heeft 15 krenten weg. Een krenten weg? Ja. Oh, die is al weg. Ja, krenten weg. Ja. Krenten weg. 34 centimeter? Ja. Wat ben je nou aan het maken? Een onderdeel van een kapstok. Van een kapstok? Ja. Oh? Goed, joh. Dying just to make
one thing.